Ja, iedereen kan dat natuurlijk thuis fijn gebruiken. Ja, sorry, maar hoezo boodschappen doen? Daar heb ik helemaal geen actieve herinnering aan. Ja, dat het komisch gebruikt wordt, geeft al aan dat, ja, dat het al een beetje een kinderachtige kletskoek-excuus is van Rutte. Met Verlossum, kunt u mij horen? Nog even één vraag over die meneer Schmiel. Waar baseert hij het eigenlijk op? Wat is zijn achtergrond? Zijn achtergrond is dat hij al die dingen een hele leven lang bestudeerd heeft. Hij is een zeer ijverige publicist. Ik heb hem leren kennen door twee boekjes. Eén over de ontwikkeling van de technologie in de 19e eeuw. Een fantastisch, helder boekje. Waar je echt, dat kan ik iedereen warm aanbevelen die geïnteresseerd is in technologie. Ik wist daar ook veel te weinig van en dat komt eigenlijk omdat de meeste historici totaal 0,0 geïnteresseerd zijn in technologie. Dus historici zullen diep onder de indruk zijn als je een tweedelig werk schrijft, in totaal 800 bladzijden over de stichting van de PSP, maar over de verspreiding van de auto in Nederland of in de wereld, dat vinden ze allemaal totaal oninteressant. Ja, dat zijn domme materiële dingen. Ja, ik denk dat voor... Er is natuurlijk, er zijn massa's historici die er wel over hebben geschreven. Maar het is nog steeds iets wat naar mijn idee in de historische wereld heeft. De techniek krijgt te weinig aandacht. Ja, dus dat is maar even belangrijk om aan te geven. Het is geen volslagen onbekende met dit fenomeen. Nee, die Schmiel is wereldberoemd, joh. Ja, ja. En ook bovendien, ik zei het nou, een boekje over de 19e eeuw. Ik moet nog even dat waterflesje open zien te krijgen. Ook help wel even. Ja. Hij heeft een even leuk boekje geschreven over de ontwikkeling van de technologie in de 20e eeuw. Twee, zit er los op nu. Ah, goed zo. Twee hele nuttige boekjes waar iedereen heel veel uit... Oh. Jezus, het is toch ongelooflijk. Is je hele knie nat? Ja. Maar goed, hij is wel open nu. Ik dacht dat hij ging vallen. Ja. En vertoonde een natuurlijke reactie na. Ja. Ik heb geen handdoekje voor je helaas. Het is ook nat. Nee hoor, dit droogt en zegt, het is water. Ja. Kijk, als het nou nog thee of koffie was. Ja, of je never. Klos. Ja. Dus dit droogt vanzelf. Hey, nog eventjes over Wouter Bos. Hè? Dat, er komen ook nog wat vragen over binnen wat je daarvan vindt. Dat, Wouter Bos, hoezo heb ik daar iets over gezegd? Nee, maar dat is een vraag omdat hij natuurlijk nu bij Mens is natuurlijk aan de slag gaat. En ja. Er zijn wel meer, Ad Melkert ook de zorg in gegaan. Politici in de zorg is eigenlijk de generieke vraag die ik nu meerdere keren heb binnen zien komen. Is dat een goed teken? Lijkt me wel, ja. Ja. Er zijn in ieder geval mensen die weten hoe de politiek werkt. En aangezien de zorg natuurlijk sterk verweven is met de politiek in de algemene zin. Lijkt dat mij ontzettend nuttig. Ik heb altijd begrepen dat de Melkert een buitengewoon efficiënte minister was. Dus ik zou zeggen, ik juich het van harte toe. Ja. Ja, hij miste het charisma om die lolbroek van een fortuin zijn ver te geven. Maar pas een prima minister. Ja, hij is nu voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daar zit hij bij. Nou kijk, ik juich het van harte toe. Wat is er tegen? Ja. Nou, dat zal wel weer een beloningsaspect aan zitten waarvan je denkt, hoe... Ja, nou goed, zij weten natuurlijk wel vanuit de politiek, brengen ze wat ervaring mee. We hebben Jet Bussemaker ook gehad, Ab Klink, die zijn volgens mij ook allemaal naar zorgfuncties toegegaan. Ja, die mensen moeten toch ook een behoorlijke functie op een redelijk niveau. Ja. Ik ga er even vanuit dat ze het redelijk gedaan hebben in de politieke functies, die in het algemeen veel verantwoordelijk werk met zich meebrengen en bovendien zo ondankbaar zijn als de pest, omdat je in Nederland nou helemaal nooit iets goed kunt doen. Ja. Gedeeltelijk heeft de politiek ook een hoop dingen fysiek, dat is vers 2. Maar dat had ideologische achtergronden. Ja. Namelijk dat wij vooral een hele kleine, snelle, slagvaardige, digitaal geoutilleerde overheid moesten hebben. Daar betalen we nu dagelijks nog de prijs voor. Ja. En wat hier natuurlijk onder ligt, is natuurlijk dat netwerk van politici en bestuurders. Hè. Stel dat je geen minister meer bent of staatssecretaris en je belt eventjes met iemand in je netwerk, dan heb je zo weer een nieuwe functie ergens te pakken. Ja, maar ik weet niet of dat nou waar is, want we hebben vorige week gelamenteerd over het feit dat die Koolmees nog geen baan had. Dus dat, het wachtgeld, ja. Laat dat dan eerst eens getalsmatig uitzoeken. Maar ik vind dat als het lui zijn die hun
laten we zeggen, verdienstelijk hebben gewerkt in de politiek, dan heb ik er geen enkel bezwaar tegen dat ze vervolgens in op terreinen die raken aan de politiek een rol gaan spelen. Dan nog eventjes wat vragen van verschillende luisteraars over Mark Rutte. Het zijn een aantal advocaten die gereageerd hebben en die zeggen, ja, cliënten die gebruiken steeds meer jargon van de premier. Er zijn heel veel advocaten die zeggen, ja, we hebben mensen die staan erbij en die zeggen dan bijvoorbeeld, we hebben er geen actieve herinnering aan. Ja, en dat komt natuurlijk uit Mark Rutte. Dus de vraag is, heeft hij daarmee negatief een voorbeeldfunctie? Nou, ik heb tal van mensen in de afgelopen weken en maanden horen zeggen, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Maar dat was allemaal nogal komisch bedoeld, was mijn indruk. Ja, iedereen kan dat natuurlijk thuis fijn gebruiken. Ja, sorry, maar hoezo boodschappen doen? Daar heb ik helemaal geen actieve herinnering aan. Ja, dat het komisch gebruikt wordt, geeft al aan dat, ja, dat het al een beetje een kinderachtige kletskoek-excuus is van Rutte. Ja, maar jij noemt het nu als lullige excuses, maar dit zijn mensen die terecht staan en die gebruiken dat in de rechtszaal. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, dan moet je dus zien te bewijzen dat ze er wel een actieve herinnering aan hebben. Nee, maar dat snap ik. Dat zal waarschijnlijk wel niet meevallen. Maar wat vind je ervan dat dat dus overgenomen wordt? Dus dat de premier daarmee een soort van voorbeeldfunctie hebben, zeggen allemaal vraagstellers. Ja, anders hadden ze een ander lullig smoesje bedacht waarom ze zich het niet kunnen herinneren. Ja. Hè, wat zeggen ze ook altijd bij misdaden? Het was in een opwelling. Ik was in een psychose, dus ik ben helemaal vergeten wat er gebeurd is. Ik bedoel, ja. Er zijn 100.000 smoesen om jezelf op dat punt uit de wind te houden. Ja, maar dat ligt natuurlijk achter dat hij misschien wel liegt en daarvoor dus het excuusje van de vergetenachtigheid gebruikt. Nou ja, het feit is natuurlijk dat hij zo vaak dit soort van incidenten nu langzamerhand meegemaakt heeft. En dat hij niet meer te vertrouwen is. Ik geloof dat er niemand is die zegt, ja, Mark Rutte, dat is een man. Echt, dat is uit één stuk, dat is een man, daar kun je absoluut op bouwen. Als hij wat zegt, dan is het zo. Als hij wat belooft, dan doet hij het ook. Nee, ik denk dat Rutte relatief weinig vertrouwen geniet. Waar hij het naar gemaakt heeft, laat ik dat wel wil, moet wel even wel wezen. Ja, maar dit is dus het zin in zijn gereedschapskist en dan kan het gebruiken wanneer het hem uitkomt. Ja, zeker, wat hij ook doet dus. Ja, maar je hoort het in de media ook andere mensen zeggen. Jinek zei het van de week ook ergens of een paar weken terug dat ze het niet meer. Ik heb er geen actieve herinneringen aan. Ja. Ja, ik zit even te denken aan iets waar ik geen actieve herinneringen heb, maar daar kun je maar niet aan denken, want je hebt er geen actieve herinneringen aan. Nee. Noem eens iets verschrikkelijks wat ik gedaan heb. Nou ja, mensen die hebben bijvoorbeeld over, nou, dat 9/11 verhaal waar we het over hebben, daar kun je niet van zeggen, dat heb ik niet gezegd. Het staat op beeld. Ja, ik heb er geen actieve herinnering aan. Nee. Ja, dan hebben we nog even een andere vraag van mensen die zich afvragen. Zweden en Finland, die gaan naar de NAVO. Betekent dus dat een stukje Rusland eigenlijk ingeklemd in Europa of in NAVO-gebieden in ieder geval komt te liggen? Het was toch al zo bij Kaliningrad. Je hebt daar zo'n rare splinter, niet waar? Estland, Letland, Litouwen. En dan tussen Litouwen en Polen, niet waar? Daar is zo'n raar splintertje overgebleven van het voormalige Oost-Pruisen. Ja. Dat is al, dat schijnt ook vol te staan met allerlei rare rommel, mogelijk nucleaire wapens enzovoort. Ja. Ja, we hebben het er langzamerhand vaak over gehad, maar ja, Rusland blijkt natuurlijk de etterende zweer van Europa te zijn. Eigenlijk is het dat bijna altijd geweest. Deels concurrentie aangedaan door Duitsland natuurlijk. Toen zijn ze samen slaags geraakt en hebben de Russen gewonnen, nou ja. De naweeën daarvan, die dachten we opgeruimd te hebben in 1989, maar die zijn nu in allerlei opzichten weer teruggekomen. Nee, het is een enorm onzekere factor. En dan zullen we voor de komende jaren, zullen we daar rekening mee moeten houden. Al las ik een stukje in de kwaliteitskrant van een Engelse mevrouw die een boek over Poetin had geschreven en over de mensen die hem steunen en gebracht hebben waar hij is. En die zei, nou, kon wel eens met 2 jaar afgelopen zijn met Poetin. Maar goed, dat is natuurlijk ook. En wat was daar dan? Terug op het probleem van de voorspellingen. Dat jij, je kunt dat voorspellen, maar zekerheden heb je op dit punt niet. Ja, en wat was daar dan de gedachte achter? Dat het afgelopen. Nou ja, dat die zo de situatie in Rusland zodanig destabiliseert. Ook voor degene die afhankelijk zijn van het door hem of door hen gecreëerde systeem. Ja. Dat ze op een gegeven moment zeggen dan maar liever iets rustiger aan.
Omdat die oorlog natuurlijk toch, hoe je het ook wendt of keert, een enorme vergissing blijkt te zijn. Ja. Want eigenlijk, de Russen schieten ook in de Donbass geen hout op. Als je ziet dat die plaats met die onuitsprekelijke naam die er helemaal in dat puntje ligt, dat die nou nog steeds niet compleet gevallen is. Dat geeft toch wel aan dat Russische offensief nou bepaald niet extreem succesvol is. Nee, maar ze hebben wel één ding wat ze goed kunnen, dat is volhouden. Ja, en kapot maken, dat is eigenlijk hun sterke punt. Ja, maar als je dat maar lang genoeg doet, dan... Ja, maar dat gaat ook, ik begreep dat ook ten aanzien van Rusland gold, dat natuurlijk het aantal dodelijke slachtoffers, het aantal gesneuvelden, dat oploopt, dat maatschappelijke effecten gaat hebben. Er zijn nu al meer Russen gesneuveld dan in Afghanistan over een periode van een kleine decennium. Terwijl ze nou net sinds 24 februari bezig zijn. Dus dat kan verstrekkende repercussies hebben. Ja. Het is ook de vraag hoe lang ze dat financieel kunnen volhouden. Ik begreep dat ook de productie van modern oorlogsmaterieel deels stil ligt, omdat ze daarvoor chips uit het Westen gebruikten, die ze niet meer krijgen. Andere vraag nog van luisteraars. Veel vragen deze week van rond het Koningshuis. Amalia gaat studeren in Amsterdam. De vraag die daar eigenlijk bij hoort van luisteraars is van, moet je dat zo'n meisje wel gunnen? Dat ze natuurlijk in de volle belangstelling daar gaat studeren. Alles wordt natuurlijk blootgelegd. Als ze daar bezopen in de kroegen staat, dan wordt dat natuurlijk vastgelegd. Ja, is dat wel wenselijk voor zo iemand? Moet hij niet naar het buitenland toe dat hij iets verder weg is van de Nederlandse pers? Ik heb geen idee. Als zij dat graag wil, dan vind ik dat we haar dat moeten gunnen. In principe moet je een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Dat is eigenlijk al per definitie onmogelijk, omdat ze systematisch bewaakt moet worden. In een krankzinnige samenleving waar allerlei halve garen rondlopen. Dat is al vervelend genoeg. Je zult toch permanent bewaakt worden. Ze komt terecht in een huis waar de bewaking, waar al onderzocht is of je er snel uit kunt rennen aan haar. Kortom, allemaal treurigheid, troef. Maar ja, ik vind dat ze wel het recht heeft om te gaan studeren. Dat ze zo'n flauwekul vak gaat studeren, dat bovendien in steenkolen Engels, dat betreur ik. Wat ging ze dan ook alweer studeren? Iets van social... Nee, het was psychologie, politicologie, economie en recht. En dat allemaal voor een BA in het Engels, kom op. Dat heeft eigenlijk net zoveel te maken met de academische studie. Niet waar als het ventiel van mijn fiets. Even kijken wat het hier... Ze gaat in Amsterdam gaat ze wonen en studeren. Universiteit van Amsterdam, bacheloropleiding. En hoe heet die opleiding nu? Even kijken. In ieder geval wel, hier zegt iemand bizar toevallig dat niemand van het Koninklijk Huis en de familie ooit een mbo-opleiding heeft gedaan. Of een gemiddelde baan krijgt. Terwijl dat een goede voorbeeldfunctie zou zijn. Wordt er nog gezegd. Je kunt moeilijk iemand die cum laude van het gymnasium afgekomen is, dwingen om op een middelbare beroepsopleiding te volgen. Dat lijkt me een beetje flauwekul, eerlijk gezegd. Nee, dat ben ik met je eens. Hier. Politics, psychology, law en economics. Zo ja, nou voel je toch al aan je water dat dat allemaal oppervlakkig een flauwekul is. Ja. Zeker in steenkolen Engels. Nou ja, goed, daar hebben we het eerder over gehad. De universiteiten, daar wordt verplicht, moet je overal Engels praten. Hè? Belachelijk. Ja. Nou, even kijken, nog een paar korte vragen van luisteraars die binnen zijn gekomen. Kan natuurlijk altijd ingestuurd worden. Ja, de VOC, is dat trouwens nog een onderwerp om een keer wat dieper te behandelen? Ja, dan moet ik een boek over de VOC lezen, daar weet ik te weinig van. Oké. Dan moeten we overschakelen naar deskundigen. Die heb je wel. Ja. Vraag aan Maarten. Vindt Maarten dat er naast de klassieke vakken zoals Nederlands, rekenen en een beetje geschiedenis en aardrijkskunde op de basisschool vanaf klas 3 ook lesgegeven moet worden in digitale vaardigheden? Dit omdat de digitale wereld steeds belangrijker wordt en kinderen op steeds jongere leeftijd ermee in aanraking komen, zegt Dantes van Schingen. Nee, dat is niet noodzakelijk. Daar gaat een hoop tijd aan zoek. En die kinderen die blijken allemaal enorm handig te zijn met de digitale vaardigheden. Voor zover ik dat kan nagaan. In ieder geval een stuk handiger dan ik ben. Het zou jou geholpen hebben wel. Nee, maar niet echt. Ik bedoel, ik kan prima uit de voeten met de simpele behoeften die ik stel aan het internet. Nee, dat moet je niet doen. Dit is toch het idee dat als je een auto hebt, dat je eigenlijk alleen een auto mag hebben als je ook de vaardigheid hebt om
de kleppen te stellen. De hele zandekraam zelf te repareren. Zoals natuurlijk in het begin van het autotijdperk het geval was. Ja. Ik zou zeggen, er is veel werk aan de winkel voor al die digitale deskundigen. Om al die klote systemen, om die een stuk simpeler te maken dan ze nu zijn. Ja. Hey, is met die museumjaarkaart, is dat nog gelukt? Ja, die museumjaarkaart die werd toen aangekondigd en die is mij keurig toegezonden. Nou, dat is goed gelukt. Oké, dat is mooi. Ja, nog een sterker nog, met dus de mededeling dat ik per deels wel gelijk had dat het een idioot ingewikkelde procedure was. Michel van der Horst Slot heeft ook nog een onderwijsvraag. Ik ben momenteel bezig, zegt hij, met het kiezen van de basisschool van mijn kinderen. Ik twijfel tussen een school die op een traditionele manier lesgeeft en een school die wat meer vernieuwend is. Dus groepsoverstijgende lessen, lesstof gekoppeld aan thema's, etc. Ik hoor Maarten vaak zeggen dat hij voorstander is van traditioneel onderwijs en ik ben benieuwd wat Maarten hiermee bedoelt en waarom die veel vernieuwingen in het onderwijs tegenstaat. Wellicht dat hij mij kan helpen bij het maken van mijn keuze. Ik ben een voorstander van traditioneel onderwijs. En dat komt omdat al die alternatieve vormen van onderwijs altijd uitgaan van een optimale situatie, terwijl in de onderwijssituatie eigenlijk maar zelden sprake is van een optimale situatie. Niet voor niks moet je in een klas een soort van discipline hebben. Mijn kinderen hebben op de werkplaats de kindergemeenschap in Bilthoven gezeten. En ik vond eigenlijk dat dat toch een kwestie was van veel beloven, weinig geven, doet de gekke vreugde leven. Wat ik niet wist is dat mijn zoon samen met een vriendje, hij kon het een goed en het vriendje het andere goed. Dus ze hadden een samenwerkingsverband georganiseerd en ze bleken eigenlijk, ik geloof, woensdagmiddag klaar te zijn met de stof van de week. En wat deden ze dan op donderdag en vrijdag, dan lazen ze stripboeken. Ja, dat heb ik nooit geweten, maar dan zou ik zeggen, die vrijkomende tijd die ze kennelijk dan toch creëerden, die had efficiënter besteed kunnen worden. Dus ja, ik ben er voorstaan. Toen mijn dochter is tenslotte van de werkplaats naar een traditionele school hier in de buurt gegaan. En daar was ik, dat heeft ook zijn beperkingen, alle onderwijs heeft zijn beperkingen, maar daar was ik veel meer over te spreken dan over de werkplaats. Maar wat is je advies voor deze meneer? Om naar een traditioneel te school te gaan, dat wil zeggen, die meneer moet wel even uitzoeken of die school een goede reputatie heeft. Als die een keuze heeft, als die arme meneer in Amsterdam woont, heeft hij helemaal geen keuze. Nee, oké. Dan nog even iemand die wil uitleggen waarom het wegennet van Hilversum er zo uitziet, na aanleiding van de ellende die we besproken hebben. Even luisteren. Goedemiddag, Maarten en Tom. Je spreekt met Stijn. Ik spreek een berichtje in met een anekdote, niet zozeer een vraag. Het gaat over de stad Hilversum, waar Maarten regelmatig te vinden is. Jullie hebben het regelmatig over steden in Nederland en het wegennet en hoe het daar soms slecht geregeld is. En in Hilversum heeft dat een duidelijke oorzaak schijnt. Ik heb daar zelf gewoond en een leraar van mij vertelde toen dat in de tijd dat de auto in opkomst kwam in Nederland, de burgemeester van Hilversum ene heer Dudok was. En hij geloofde absoluut niet in het idee dat de auto een vervoersmiddel van de toekomst zou zijn. En hij was zelf ook stedenbouwkundige. Dus dat betekende dat hij zich ook regelmatig natuurlijk bezig hield met het wegennet van Hilversum. Maar ja, niet met de auto, dus hij geloofde daar niet in. Dat betekent ook dat daarom alles een eenrichtingsweg is in Hilversum. Je continu rondjes aan het rijden bent, heel veel fietsstraten. Naar verluid heeft hij zelfs voor de garagedeur van zijn eigen huis een boom laten planten. Want ja, je garage heb je toch niet nodig voor een auto. En ja, daarom ziet Hilversum er nu uit zoals het eruit ziet. In ieder geval, bedankt en een leuke podcast. Ik geniet ervan en fijne dag. Het is een ellende in Hilversum iedere keer. Het is echt, Ja, of dat nou komt, denk Dudok. Ja, dan gaat er toch een belletje rinkelen. Ook als die stedenbouwkundige zou zijn geweest. Namelijk dat het architect is van het Hilversumse stadhuis natuurlijk. Wat een fameus bouwwerk is van een fameuze architect die Dudok heette. Of dit verhaal klopt, dat weet ik niet precies. Kijk, het probleem is dat vrijwel geen enkele Nederlandse stad die zeg maar ouder is dan een eeuw, is gebouwd als autostad. We hebben, die steden waren niet voor auto's, want die waren er niet. Dus pas later zijn steden langzaam stap voor stap aangepast aan het autoverkeer. Wat deels tot enorme verwoestingen heeft geleid, waar we achteraf spijt van hadden. Aanvankelijk moesten de auto's ook in het centrum van de stad komen. Nou, daar zijn we langzamerhand wel zo'n beetje van genezen, van die misvatting. Dus ja, de auto in de stad,
is eigenlijk een ongelukkig hoofdstuk van de, ja, van de historische ontwikkeling. Want wat je eigenlijk moet hebben zijn steden die volledig ontworpen zijn met het bestaan van de auto in het achterhoofd. Hè, laten we zeggen Lelystad. Ja. Dan krijg je altijd de bekende klacht dat ze geen gezellig centrum hebben, want die gezellige centra dateren natuurlijk van vroeger. Die zijn natuurlijk alleen gezellig te houden als je de auto weert uit de binnenstad. En je weet wat dat voor effect heeft. Dat is, wordt het vaak wel gezellig van, zo gezellig, dat vervolgens de hele binnenstad vol staat met terrasstoeltjes. Hè? Dat is een beetje wat je ook bijvoorbeeld in die Vlaamse steden, waar vaak een prachtig stadsplein is, laat middeleeuws stadsplein. Ja, en daar staan dan, god, ik herinner me Leuven geloof ik, 20.000 terrasstoeltjes of zo. En dan kon je alleen nog maar in een soort van smal looppad, kon je daar midden doorheen wandelen. Ook in andere Vlaamse steden stonden die markten vol met friettenten, terrasjes. Maar in Nederland woekert ook het terras overal doorheen en overheen. Je begrijpt dat wel, dat zijn die horecaondernemers, die willen ook geld verdienen als de zon schijnt. Maar je moet daar ook palen en perk aan stellen, naar mijn idee. Ja. Ga je nog moeilijk iets... hoor, is heel moeilijk. Ga je nog iets doen vandaag? Hé meneer, hoe laat is het? 4 uur nu, denk ik. Oké, dan ga ik er gewoon zitten. Ik denk dat ik even een wandelingetje maak. Ziet er lekker uit. Mooi weer, ja. En dan ga ik zitten lezen. Wat ben je het lezen nu? Wat lees ik nu? Ik heb eerst die Smil gelezen natuurlijk. Dat moet ik nog wel even uitlezen. Ik heb nog niet alles gelezen, maar ik heb denk wel de teneur redelijk samengevat. Dan heb ik nog voor mijn leesgezelschap boeken te lezen. Wat heb ik nou allemaal klaar liggen? Ik wil nog een dik boek over de dinosauriërs lezen. Om nog iets beter geïnformeerd te zijn dan ik ben. Er is altijd wel iets te lezen. Oh, en ik lees natuurlijk even de Zaterdagkrant. Dat is een heel pakket tegenwoordig, zoals je weet. Dus daar lees ik wel een selectie. Maar ik lees hem wel vrij grondig. Te gaan aan je water, dat dat allemaal oppervlakkige flauwekul is. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden, want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.